Kom maar, hier is mijn keuken. Oh. Ik doe van alles hier hoor. Dus ik ben op druk van mij, maar... Is jullie naam hoor? We hebben deze kassafel. Hmm. We hebben zoete en bittere. Hmm. Zoete ga je gewoon kunnen pot zetten, ja. Koken. Ja. En dan gewoon je frietjes mee kunnen maken, maar de bittere niet. Bittere? Nee. Nee, als je het bittere in het pot zet, ben je zo naar de Heere Jezus. Echt? Oh? Weet je zo, het heeft een blauwzuur erin. Blauwzuur? Ja, het heeft een blauwzuur erin. Interessant. Giftig. Hmm. Zoete kan je gewoon een hapje nemen, maar bittere. Dan kunnen ze. Zoete kan je gewoon kassavelchips mee kunnen bakken, maar het bittere niet. Als je het bakt, ben je zo weer daar. One way ticket. Ben je terug? Ben je terug? Ja, ja, helemaal. Aha. Weet je, mevrouw. En dan gaan we het moeten verwerken. Wij Indianen gaan het nogmaals de Bosnian Creole op. Mm-hmm. En die twee samen. Ah. En dan, maar we verwerken het hier anders ook hoor. Het is maken van... Veel anders. Het gaat prachtig zijn. En dan komt het hier in mijn af. Mm. Om een pers hoor. Zelf gemaakt, zelf gevlogd door de Indiaan. Mm. En ook door de Bosman Creole. Mm-hmm. Ja. En die samen zijn waar we nu waren, toch in de jungle. Ja. Toen de tijd. Ja. Tot nu toe hoor. Ze hebben nog aan elkaar geleerd. Yes. Oh. Ja. En dan gewoon, dat we zeggen, dit was onze eerste recht in de jungle. Oké, dit is ons matapi. Ja. En dan ga ik het rasperen. Mm-hmm. Dan komt het zo erin. Ja, klopt. Alisa gaat weg. Juist, ja. Zet het hier, laten we zeggen, het is vochtig. Ja. Zet het hier in. Mm-hmm. En dan heb ik nog de laatste. Ga ik het halen. En een stok. Mm. Om te stampen. En deze twee. Mm. Dan heb ik mijn stok, dan heb ik het zo. Dan ga ik het weer gaan, niet te boven, niet zo aan. En het werkt zo. Ziet het? En het werkt zo. Ziet het? Als je het veel komt, het zo. Je gaat het trekken. Het is stok eronder. Oh. Het vangen, het sap eruit, het vocht valt eruit. En het vocht gaat u vangen hier. Oké. Niks voelt u weg. En deze twee, dat wil zeggen, het wordt EG. Dus dit perst het? Ja, dit gaat het persen. En dit vang ik het hier. Oh. En dat laat ik het hiervoor bezinken. Hmm. En dan zet ik het weer in een pot. Om het te kunnen koken, want het is giftig. Aha. Het vocht is giftig. Dan zet ik het weer in een pot en dan ga ik het weer moeten koken. Bobbelen en dan gaan we moeten draaien totdat het gaat van zichzelf een andere smaak geven. Mm. En dan is het goed voor onze peperwater. Mm, peperwater. Hoe lang duurt het kookproces ongeveer? En zet je peper niet te veel ingrediënten. We gebruiken niet de ingrediënten. Mm. We zetten alleen maar onze peper. Kassiri. Oh, kom eens zo weer naar Kassiri. Hè? Ja. Ik vind het zo dit, het stok, matapi, en dit. Mm. Dit is Joro. Joro, ha? Joro en Joro Ritsi. Mm. Je bent toch de vader? Mm. Dit is de vader, de mami, mm. En dit is de kind. Mm. Als het gaat roosten, wordt het helemaal lichter. En dan kun je weer met je rasper komen. En dan ga je weer kunnen rasperen, wij noemen het dat kokori. Pak je het weer met je rasper, ja. En dan ga ik weer, als je hebt geroosterd, dan ja. Geroosterd, ja. Helemaal licht. En dan ga ik het weer rasperen. En dan is het goed voor een pap, voor een baby. Ja. Oh, ja. Goeie kalk. Goeie kalk. Ja, voor een baby. Het is een procedure. Niet één dag vindt u alles goed. Oké. Okay. Procedure, eerste dag is dat dit. Oh. En dan laten we zeggen, vroegmorgens komt u nu bij deze afdeling. Het is een andere afdeling, dit is een andere afdeling. Ja. Dit is een andere afdeling. We samen met jullie een broodje bakken. Een broodje bakken, 100. Zo, dit is het handvat ervan. Het is mijn stampen. We gaan hem moeten stampen om het te kunnen loskrijgen, dan komt het hier. Safe. En mijn safe. En dan een safe en dan komt het hier.
Dit is de finish. Dit is de finish line. Ja, laatste. Eindpunt. Oké, dit is het aanvat. En we gaan zo. Oké, wie probeert? Kom maar jullie. Pak, probeer ik even. Ja? Straks ga je? Probeer. Kom maar. Ja, ja. Moet je gaan. Ik ga wel werk. Voordat jullie naar jullie bakken. Is zo werk. En daarna. Hard slaan. Ja, net als je. Die mensen staan, maar stampen het ook toch? Ja, toch. Goed na. Ja, we mogen stampen. Ja, die rij stampen en de rijst eruit halen. Juist. Masala gingen we stampen. Ik heb gedaan. Ja. Oké, dat toen de tijd hebben we. Ja. Jonge tijd heb ik gedaan. Was hij ook in Suriname? Ja, ik ben geboren in Suriname. Ik heb rijst geplant. Oké, dat is heel waar. Sap, wie proberen? Dan komt hij hier een beetje op, echt in het verleden weer terug. Lang aan, bro. Boom. Ja, zo zijn we al in het werk van de Indiaan. Ja. Om een broodje om het aan tafel te kunnen zetten voor de man. Ja. Nee, ja. Ja. Nee. Bam. Oké. Dit is de finish. Kom maar hier nu. Het mag allemaal. Ja. Zeker. Dit noemen wij een manari. Het is gevlochten met warimbo. Een manari? Ja. En dit is onze zelfgemaakte zee. Van de inheemse, ook van de Bosman. Oh. Ik wil wel zien. Oké, doet u dan? We gaan aan de slag. Maar de helft komt. Ja, ik kan het een beetje klein. Oké. Oké, wie gaat proberen? Wie wil? Nou, wie ook proberen, joh? Ja, juist. Wie ben je nog? Ja. Santoosje ook een beetje zeven. Santoosje een beetje zeven. Ja. Probeer het nou. Eerst de vrouw voor. Yes. Netjes. En dat vrouw voor? Je niet weg, ik weet niks van het witte getafel. Dit is dit. Oh, ja, ja. Dit gaan we eten, dit eten we niet. Oké, dit eten we niet. Waarom niet? We doen dan daarmee. Dit. Maar waarom eet je die dan niet? Het is toch een beetje grover. Kasiri. Als je gaat eten, dan gaat je buik. Als het goed zal worden, want dit wordt helemaal gereisd. Oh. Dat is een soort Oké. Het is een beetje grover meer dan dit. Dit moet je eten. Dit gaat gewoon normaal zijn. Ook een speciale smaak ook wel. Hé, hey, dit is wel interessant. Dit is mooi. Dus dit komt eruit. Juist. Daar roept. En dan... Even. Oké, dan komen we hier. Ziet u? Dit is mijn pan, ik heb papier wel onder, dan ga ik even checken. Het warmte van het pan, hè? Oh, oké. Om te kunnen beginnen te bakken. Ja. Dit is mijn temperatuur. Dit is hier modern, hoor. Ja. En dit is een rotipan, hè? Ja. Tawa. We hebben ook tawa. Tawa. Wij zeggen tawa. Oké, dan weet ik het tawa. Tawa. Op bepaalde mensen komen, dan ga ik aan. Breng die tawa, we gaan met die roti beginnen. Oké, fijn. Begin te bakken. Ja, het is een voorproefje om te kijken. Temperatuur. Juist. Ik heb hem zelf waaien gemaakt. Zelf gemaakt? Ja. Met die jonge topjes van die Awara. Oh, van die Awara, bo. Ja, ja oké. Dus we zeggen, we kopen niks. Niks? Nee. Vroeger met die bootjes van die gebruiken we vroeger toen de tijd. Met die, dit is een Maripabo. Een Maripabo. Een Maripabo is een kleine boot. Malupa. Maripa. Dan geeft het kleine bootjes en dan met dat zetten we het gauw dat mooi was en dan is het zo. Beetje krapjes van mij. Wordt nog dikker. Even terug. Nee, ik heb het zo.
Heel gewoon. Kom goed. Dat zien we ook voor het eerst. Je moet er een akkas hier toch voor komen, man. Nee, ik weet het niet. Omdat ik wil ook weer gaan testen, toch? Testen. Daar heb ik al iets of veel gezegd. Zoveel. Welkom. Kom goed, ik zie het al. Ja. Ik check even mijn pan toch? Ja. En dan gaan we starten. Ja, net als dit is een check-up. Dit is een check-up. Dat doen ze met pannenkoek ook, de eerste twee stukken. Dus we geven je de kans. Dankjewel. De eerste twee pannenkoeken moet je altijd. Inderdaad. Zo gaan we de dag koken. Precies. Wie nog goed ik aan de dag koken? Die Abida. Ja. Hey, Iftar. Hey, breng me. Murga. Zo, ik heb hem naam voor hem niet gevonden. Murga. Dat is een haan. Dat is een haan, hè? Murga. De Murgi en Murga. Het zou goed smaken. Peperwater dan? We kunnen het eten ook met peperwater. Wat hij doet, wanneer hij eruit haalt, gaat hij direct stampen. Kan een heleboel doen en dan heb je het voor een jaar. Als je hem goed opslaat. Oké. Dus je hoeft het niet elke dag te doen. Nee. Ja, dat komt het zo hoor. Ja. Je gaat hem dan bakken hier en weer in de zon zetten om te drogen. Dan kan je hem langer dan een jaar lang opslaan. Ja, opslaan inderdaad. En je kan ook niet elke dag bakken. Daar gaan we ons graag zo verder. Dus hebben, kan je hem ook dippen en eten. Yes, thank you. Ja. Brood. Zo? Ja. Ja. Vlam. Je woont er, no? Je woont er, abonneer je op het eiland. Oké. Yes. Ja. Zoals kom maar hier staan. Lekker hoor. Dank je. Zo, dan nu gaan we. Schuit die. Mooi. Deze kant. Oh ja, deze kant. Lekker. Oh. Perfect. Bij de bier. Bij de daru. De daru. Nu is het zoet. Als je het buiten laat, het is in de koeler. Maar als je gewoon buiten laat, dan gaat het gidsen. Dan geeft het een beetje procenten, wordt het een beetje
trap is een beetje hoger. En daarna gaat het een andere smaak geven, een zoetzure smaak. Okay. Een zoetzure smaak. En dan als je veel drinkt met dit, wat gaat het babbelen? Het bouwt de gashoek erin. Je gaat er zelf zien dat het wat zuur. Geeft het net als je een biertje openmaakt. Geeft het er net als room. En dan als je veel drinkt met dit, zoetzuur. Nu is het zoet. Gaat niks met je gebeuren. Maar als het zoetzuur is, je drinkt maar een paar kalabas, dan ben je gewoon. Dan ben je gewoon happy. En daarna ben je zo. Hi boy. Hi. Hoi, hi. En dan hoor je. Is het bye? Bye bye. Zwaaien. En dan gewoon dansen. Dansen. Ja. Dansen, want er gaat een feestje zijn. We zijn samen met ons. En dan is het zo, maar dit is ook net als een detox. Nee. Hij is nog niet gitsig. Ik moet gaan gitsen. Proeft u maar. Proeft u maar, dat zegt u maar. Lekker? Dat is wel lekker. Kalabas. Ja, dan proberen. Ach, goed zo. Daarom waarom komt de tijd echt een beetje sterker. Zoet zuur. Zoet zuur, dan wordt het een beetje sterker. Pak de bout nu net als alcohol nu. Ja, ja. En dan ben je zo. Ja. En dit is nog steeds lekker. Is goed? Is geen alcohol voor jullie? Als je vraagt wat je voor doet. Ja, probeer. Hij is zo boom. Oké, waar gaat hij staan? We moeten hem draaien. Kijk hier al zo. Zo en een klap. Ja. Zo een beetje warm hoor. Oké, prima. Applaus. Yes. Dan krijg je die vuur. Zo krijg je ook vuur. Ik heb geluk om te blazen, maar. Ja. Jij kan ook blazen, op je knieën gaan. Ja. En dan met je precies. Ja, toch? Ja, dat kan je ook doen. Is er nog wat om te kunnen vragen? Of is er wat nog? Dan ben ik hier. Plantje dat je. Ja, dit is het plantje van het rode biet. Rode biet. Nee. Het is een pizza. 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 Het is Indiaanse pizza. Ja, man. Anders is hij ook Engels en zetten. Rozijn. Kijk eens, mooi. Is de finish? Ja. Is klaar. Dat is goed. En dan voordat ik einde met mijn werk doe, dan ga ik een groepje foto's maken dat jullie waren hier. Met mij, hier voor mij. Leuk hoor. Tuurlijk. Warm. Juist. Zo. Ja.